In ieder geval weten we dat hij op dat moment in Delft woonde. Hij trouwt in dat jaar, dus nou, hij zal hier dan ook toch wel verbleven hebben. En of hij daadwerkelijk op die dag hier in Delft was, ja, dat kan je natuurlijk niet uitzoeken, daar zijn geen bronnen van. Maar in ieder geval, die periode heeft hij meegemaakt. Dus hij heeft ook meegemaakt dat de stad in puin ligt. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft gehad op hem als schilder, maar ook op alle andere schilders. Want de aanblik van de stad is toen in één klap op die dag veranderd. Huizen lagen in puin, ruiten waren overal gesprongen. Dus ook hij en ook zijn woonomgeving zal te lijden hebben gehad onder die kruitexplosie.